Symphony. De zevende zelfs. Ja, meer weet ik eigenlijk ook niet wel, want ik heb vroeger nooit naar de klassiek geluisterd. Dus laat er weer komen. Oké. Deze vindt u heel erg mooi. Ja. Interesse vandaan komt. Nee. Want vroeger hield ik alleen maar lichte muziek en toen ineens ben ik overgehaald. Oké. Okay. Nou, die zware muziek. En dan was ik helemaal weg. En zondagsmiddag om 2 uur, dan moesten ze bij ons weg zijn. Want ik kreeg op België dat Balkanto, hè. En dan luisterde ik aan. Dan ging ik zitten. En de afwas bleef de afwas staan. En ik ging luisteren. Iedere zondag? Ja. Was ik er nooit van. Ja. Deed u dat samen? Ik alleen. Dat was uw moment. En dan wisten ze allemaal, moesten ze niet bij mij naar komen. Anders moesten ze altijd komen, dat zagen ze. Maar dan niet. En dan is deze muziek? Ja. Dat denk ik altijd aan hoor. Dat is ook een mooie tijd. Ik niks anders voor me heen. En als een ander die gingen ook van de deur uit. Dus moeten ze dan de muziek lasten. Dat is zo. Ja. Dat is mooi. Ja. Brabants orkest met onderleiding van Heinje, wat aan te hebben, vergeet ik nooit. Daar bent u wel eens geweest? Waar was u? Wat is er zo speciaal aan de Zevende Symfonie? Wat vindt u daar zo speciaal aan? Dat weet ik niet. Nee. Het raakt me. Ja. Al zijn vriendjes bleven dan weg. De hele week zat het huis vol. Het was mijn moment. Maar dan niet, ja. Hoe oud is het?